Hallo, welkom bij deze video. Vandaag een leuke dag. Gio en Yara komen naar Veghel om Yara haar eerste rijles te gaan doen. Dus dat wordt hartstikke leuk. Heel veel kijkplezier. De video zal morgen ook te zien zijn op het kanaal van Gio Latoy in zijn vlog en op het Brabants Dagblad. Volgen jullie ons al op YouTube Verkeersschool Weber en op Instagram Verkeersschool Weber? Zo niet, zou ik het waarderen. Doei! Yara, je mag de motorkap open doen in het midden. Oh, hier. Kun je hem openmaken? En dan blijft hij gewoon zo staan als het ware. Ja. Nou, er zijn een paar dingen die je moet weten op examen. De ruitensproeivloeistof. Dan heb je hier een accu met een plus en min. Voor de stroomvoorziening. Dan heb je hier de remvloeistof. Dan heb je hier de oliepeilstok. Dan heb je een olievuldop. En dan roep je Gio bijvullen. Ja, ik zeg gewoon, er komt iets in. En dan kan je hem hier bijvullen. En dan moet je hem opnieuw meten. En de laatste, dat is de koelvloeistof. Een minimum en maximum niveau. En dan, dan moet hij tussen staan. Doe die nooit open draaien als je heb gereden, dat is 100 graden en dan komt het met hoge kracht uit en dan verbrand je jezelf, dus dat moet je nooit doen. Dat is niet zo slim. Ja, dan mag je ze zelf nog een keer vertellen. Oh, wow, zo goed heb ik ook niet. Dit is de ruitenvloeistof. Ja. Dus, je motor. De motor. De accu, de accu. Oh, de accu, ja, die is niet meer zo goed. Dit is dat was iets met schoentjes en een remschoentjes, ja. Remvloeistof, ja. Ja. En de oliepeilen, hoe deed je dat ook alweer? Ja, je moet je er met een koude motor moet je er uithalen, dan een papiertje langs, dan weer erin doen. En als hij tussen de twee streep zit, is het goed. Ja, klopt. En als hij niet goed is, vul je hem bij. Juist. En de laatste reservoir? Ja, dat is de koelvloeistof. Dat is de koelvloeistof, klopt, helemaal. Mag je hem weer gaan sluiten, Yara? De motorkap, sluit hem maar weer. Ja, gewoon naar beneden gooien en dan boink. En wat je dan altijd moet doen, even kijken of die echt dicht is. Ja. Dat is wel belangrijk, want stel die komt omhoog, dan heb je een probleem. De banden, je hebt er vier, eventueel een vijfde in de achterbak. Deze heeft een reparatieset, die heeft het niet om gewicht te besparen. Wat kun je van de banden vertellen? Nou, het heet een profiel. Het profiel is voor de afwatering om water weg te geleiden. Er zitten indicatieblokjes tussen. Als je hier voelt, ja, bij mijn vinger, dan voel je een blokje. Oh ja? Ja, dat is een indicatieblokje, een slijtageblokje. Als de band tot zover is afgesmeten, dan moet de band vervangen worden. Dat is voor de afwatering. Dat wist jij sowieso. Lucht? Nou, hoeveel lucht erin moet een keer terugvinden? Dus dat is een boekje wat bij de auto hoort. Bij deze auto is het in de deurstijl gemaakt. Het ventieldopje moet er ook zitten tegen vuile stof. Waar pomp je hem op? Als de auto toeloopt, moet je altijd 90 keer inlopen. Dan kun je nog opzij springen op het moment dat er iets te dicht langs komt. Ga maar in de auto zitten, Yara. Gaan we beginnen. De auto staat klaar. Op de parkeerplaats. Links een knop zitten. Een draaiknop, dat is voor de verlichting. Op het moment dat hij eenmaal naar rechts draait, doe maar eens, dan krijg je dagrijverlichting. Dagrijverlichting, dat is het milieubesparende verlichting. Op het moment dat ik in een tunnel kom of het wordt donker, dan springt automatisch het dimlicht aan. Tom, druk hem maar een keer op. Links daarvan heb je de richtingaanwijzer. Als je naar beneden drukt, doe maar eens. Naar links. Ja, ga je linksaf, zie je het ook boven in het schermpje. Dan aan deze zijde de ruitenwissers. Eén keer omlaag. Navigatie die zit hier. De kleurtjes die hebben ook nog een betekenis op navigatie. Geel is vaak een doorgaande weg. Is die grijs, dan kan het zijn een fietspad of een doodlopende straat. Wit is altijd in een woonwijkje. Nou, als je hier rijdt, is het natuurlijk heel makkelijk van hé, gelijkwaardig, want 30 zonnen zijn de wegen gelijkwaardig. En dan weet je van hé, moet ik even oppassen, komt er iets van rechts, moet voorrang verlenen. Airco te maken heeft, dat zit hier. Druk ik dit in, ontwazemt die de ramen. Stel die is aangeslagen. Vierkant is altijd achteruit. Vragen tot dusver? Nee. Hoe werkt het in combinatie? Ik heb hem in zijn 1 staan. Ik ga gas geven tot die 2500 toeren. Dus ik rij weg. Dan ben je hier bij 20. En dan zit je daar op 2500 toeren. Nou, gas los, koppeling, schakel ik hem naar 2. Loopt die toerenteller weer terug naar zo'n 1800 toeren. Dan ga ik weer gas geven tot 2500 toeren. Dan zit ik hier bij de 40. Dat is hetzelfde, hè? Gas los, koppeling in, schakel naar 3. Dus eerst die houdt de auto tussen de lijntjes. Dan doet hij vanaf, oh, dat is handig. Vanaf 70 km per uur. Klap de koppeling maar in, Yara.
Ja. Dan mag je voet op de rem zetten. Ja. Ik ga zo uitleggen waarom je dat moet doen. Dan mag je hem gaan starten. Totdat hij het doet. Waarom doet hij niks? Helemaal in doen. Oh, helemaal in. Start door. Ja, dan mag je hem weer uitzetten. De reden waarom ik je dat niet doe, de koppeling in en voet op de rem, is stel hier op deze auto, nou is alles los, ik maak contact en je ziet dat doet hij helemaal niks. Om te starten moet je de koppeling in trappen. Ja. Dat is een beveiliging die op deze auto zit. Okay. Die beveiliging zit niet op elke auto. Stel je hebt een oude auto, de BMW, ja, daar zit die beveiliging niet op. Stel hij staat dan in de eerste versnelling en je zou hem dan starten, dan schiet de auto weg. Dus ja, stel de Ferrari staat er voor je, denkt, oh ik zet die BMW een stukje voor Gio weg. Ja, en je zou dan naar voren schieten, wordt Gio niet blij. Om te schakelen moet de koppeling altijd helemaal in. En dan heb je hier de schakelpook. Als je dit kan doen, dan staat hij in zijn neutraal. De neutraal staat tussen de 3 en de 4 in. Duw ik hem rechtdoor, staat hij in 3. Er zit een veer op. Als ik hem loslaat, springt hij altijd automatisch terug naar neutraal. Dus dat is heel handig. Je weet altijd, neutraal zit tussen de 3 en de 4 in. Om naar 1 te gaan moet ik een weerstand overwinnen. Ik moet opzij en ik moet naar voren. Ik zet hem maar in de eerste versnelling. Naar 2. Naar 3. Naar 4. Moet je voor op de weg kijken. Je mag niet naar de schakelpook kijken. Dat heeft een reden. Op het moment dat ik naar de schakelpook kijk, dan heb ik niet mijn aandacht bij het verkeer. Maar er is een 1. Waar zijn we? Naar 2. Naar 3. Naar 4. Naar 3. Naar 2. Naar 4. Kijk naar die auto. Het volgende, we gaan de spiegel stellen. De belangrijkste spiegel, de hoofdspiegel, dat is de binnenspiegel. Het moet gelijk staan met de bovenkant van het achteruit. Het volgende jaar, je mag de auto gaan starten alvast. Maar net moest ik mijn remmen doen, dat doe ik ook altijd. Nu ook even, ja. Voor het starten even de koppeling in, voet op de rem. Voet op de rem. Starten maar. Oké. Oké, zet hem maar eens een 1. Zo. Ja, dan moet je heel goed kijken. Dan zie je toch die auto komen. En daarna laat je hem heel langzaam opkomen. Heel rustig. Nee, gas geven. Oh, gas. Het meest rechts is het gaspedalen. Ja. Klein beetje links houden. Dan laat je het gas losjaren. Doe de koppeling maar in. Ja. Helemaal in tot de bodem. Schakel maar gauw naar 2. Oké. Laat hem maar opkomen. Dan mag je hem loslaten. Ja. Moet je voeten naast zetten. Oh ja. Ja. Als je in de 2 of 3 of 4 keer de koppeling sneller op laten komen. Oké. Gaan we linksaf. Geef me richting naar links. Goed zo. Ik zag je al kijken zelfs. Ja. Laat gas maar los en dan gewoon even uitrollen. Dan is die auto weg en een keer achter die auto door. En dan zien we die gouden koets staan. Dan gaan we dadelijk een beetje langs staan. Laten we rollen. Goed zo. Die gouden koets? Deze. Even een koppelingsoefening doen, Jaren. Dat betekent dat we op de koppeling zo dadelijk weg gaan rijden. Okay. In z'n 2 is niet normaal. Normaal gesproken rij je weg in een auto in de eerste versnelling. Ja. Maar dat is voor jou even te kijken van hoe snel kan ik de koppeling op laten komen. En wanneer weet je of je eenmaal loopt nu? Nu ja. Laat hem maar los. Oké. En dan zet je voeten langs. Dan ga je gewoon een beetje gas geven. Krijg je eerst de bocht. 1 naar rechts en daarna naar links. Naar links. Oh ja. Hier heeft Gio met zijn motorles. Hebben ze hem ook gefilmd toen hij hier die bochten doorkwam. Schuif maar gewoon door. Schuif maar mee. Schuif maar mee. Ja. Goed zo. Kijk. Oh, waarom staan ze hier nou weer? Geen idee. Wil je heel ruim houden in de bocht? Stuur maar mee. Stuur maar mee. En rij maar door. Misschien wil Gio iets vragen. Ik ben heel rustig bezig. Stil laten vallen of niet? Nee, helemaal niet. Nee, nog niet. Serieus? Nog niet. Maar we gaan nou in. We hebben een koppelingsoefening zijn we nou aan het doen. Ja. We hebben net in de tweede versnelling weggereden zonder gas op de koppeling. We gaan het nu in de derde versnelling doen. Dus het zou kunnen dat hij af gaat slaan. Oh. Maar ja, de kennende gaan ze dat niet doen. Oh. Hey, gas geven, Jaren. Maak maar snelheid. Trek maar door. En dan gaan we zo dadelijk naar z'n 3. Linkerhand meesturen, rechtshand schakelen. Nu naar z'n 3? Ja, gas los, koppeling in, schakel maar naar 3. Oh. Zet hem maar eens een 3. Toch koppeling. Zo? Ja, koppeling op laten komen. En gas geven. Ja, trek maar door. Gas geven. Gas geven. Rij hier maar de berm in. Rijd er maar in. Ja, kom. Oh. Gewoon erin rijden. Niet remmen. En gewoon heel langzaam er weer uit rijden. Niet remmen. Maar die motor. En rij maar door. Ja, kom. Oh. En gasten die dachten voor die te gaan. Rijd er nog maar een keer in. Ja, rijd er maar in. En gewoon rustig eruit rijden. Rijd er maar uit. Ja, rij maar weer de weg op. En gas geven. Ja, en rij maar door.
Oh, oké. Okay. Giro vindt het helemaal mooi. En dan rijden we lekker door. Oké, okay, we krijgen dadelijk een scherpe bocht. Dat kun je dadelijk zien aan de borden die komen. Dan moet je even het gas loslaten. Mag hem dadelijk in zijn derde versnelling zetten. Waar? Daar. Je ziet het bordje 40 al, advies. Dus als je hem een beetje remt, rem maar een beetje af. Ja. Dan zet hem maar in de derde versnelling. Ja, goed zo. Netjes. Oké. Okay. Gewoon iets langzamer zeker. Ja, een klein beetje. Stuur gewoon rustig. Schuif me gewoon door je handen heen hoor. Yes. Netjes. En dan blijven we de weg naar rechts volgen. Oké, okay, geen gas hè? Ja, trek maar lekker door. Netjes, goed zo jaren. Zie je dat het schakelen automatisch gaat? Ja, daar was je nog wel eens bang, was je nog wel eens bang voor. Valt wel mee hè? Ja. En dan gaan we op de rotonde zo dadelijk rechtsaf. Op de rotonde rechtsaf. Oké. Okay. Schema vaste richting en. Oké, okay, en dan moeten we in zijn 2 zo dadelijk. Even wachten nog tot je de uitrijstrook hebt. Bij het gas was los. Nu in 2? Ja, stuur hem maar af en dan zet je hem even in de tweede versnelling. Ja. En dan gaan we ook echt links de snelweg op. Ja, geef maar richting naar beneden aan. Dit is die aardbeienboer waar ze zo lang in de file staan altijd. Ja, rij maar door. Geef maar gas. Staat hij nou in zijn 2? Ja, hij staat netjes in zijn 2. Dan gaan we helemaal rond richting de snelweg. En dan mag je planken dadelijk. Dat is deze? Ja, richting naar rechts. Geef maar gauw gas. Maak maar snelheid. Ja, plank gas. En naar zijn 3 gauw. Ja, doe maar. En gas geven. Ja, planken maar. Trek maar door. Geef maar gas. Zo hard als ik maar kan. Schakel maar naar 4. Ja. Zit 2? Ja, dat stond goed. En gas geven we 100. Ja, kom maar, trek maar door, Jane. Ja, geef maar gas. En als je erop kan, kijken richting. En dan ga je er mooi op dadelijk. Ja, richting. Kan ik? Ja, kijk maar naast je. Heel rustig naar links. Goed zo. Richting terug. Laat gas maar een beetje los. 300 meter. Bij 300 meter waar de pijl rechtdoor staat, daar moet je altijd richting aangeven. Oké. Okay. Ja, zwijf in de Giro. Ik zou niet eens dat ze naast ons reden. Dat vind ik heel graag. Dan gaan we rechtsaf zo. Rechtsaf. Ja, geen richting naar rechts. Oké, okay, en dan rijden we hier dadelijk de eerstvolgende afrit af. Ja, gas geven, even bij, dan kunnen we achter ons door. Ja. Oh, hij moet nog steeds rechtsaf zeker. Ja, en gas loslaten, laat maar helemaal los. Richting terug. Stuur maar mee. En dan mag je ze dadelijk in 1 keer van 4 naar 2. Ik moet even bedenken waar 2 zit. Oh ja. Ja. Gas loslaten. Ja, doe maar. Oh. Koppeling in. Dan schakel maar in 1 keer van 4 terug naar 2. Helemaal in. Ja. Zo. Koppeling op. Je had hem niet helemaal in. Als je hem helemaal in hebt, dan kun je goed schakelen. Oké. Okay. En stuur maar mee. Ja. En gas geven. Ja. En plak gas. Even naar 3000 toeren. Trek maar helemaal weg. Wow. Leuk, oh, ja. Hè? Het is wel geen Ferrari, maar hij gaat toch nog snel. Dat is een 3. Dat is een 3. Helemaal in, helemaal in. Ja. Trek maar door. En naar zijn 4. Ja, schakel maar. Goed zo. Nou, dan krijgen we weer zo'n rotonde. Dus dan moeten we even afremmen. En dan terug naar 2. Rem maar af. Zet hem maar in zijn 2. Dan gaan we rechtdoor. Gaan we rechtdoor. Oké. Ja. Blijven we rechtdoor gaan, stuur me mee, richting naar rechts. Had je daar gedacht van niks en dan opeens dat je alles zelf zo uit kan voeren? Nee. Leuk hè? Ik dacht ook dat schakelen veel moeilijker zou zijn. Ja, valt wel mee. Maar puur omdat Gio altijd zo spastisch erover doet. Echt, als we een schuurtje rijden, dan valt die nog net niet 6 keer uit voordat we op de stemming aangekomen. Ik ben wel grappig dat al die lampjes gewoon branden. Ja, echt alles brandt oranje daar.
Een beetje iets gezegd. Oké, Gio en Jare. Ja. We gaan kijken wie van jullie eigenlijk de beste bestuurder is. Jare na één rijles en Gio al als verleerd bestuurder. Ja. Maar we hebben iets bedacht, waardoor het handicap, dat zeggen ze maar golven altijd, gewoon bij allebei gelijk is. Want we gaan het geblinddoek doen door de slalom op mijn stem. Dus dat wordt hartstikke lachen. Oh god. Dus dat gaan we nu doen. Okay. Wie mag er als eerste? Steven Pierschaar. Steen, papier, schaar. Jij! Yeah. Oh, nee! Dat is het. Oh, nee! Oké! Okay. Oké, okay, de ultieme test van Gio en Jare. We beginnen met Jare. Jare is totaal geblinddoek en die ziet niks en die gaat het op mijn stem doen. Hier ben je. Nou. Okay. Mijn stuur zit niet eens recht. Daar zit ze, helemaal de blinddoek op. Succes, Jade. Ik ben benieuwd hoe je het gaat doen. Ik weet niet eens waar die eerste pion is. Zes. Sturen, stuur maar naar rechts. Draai maar, draai. Nou, naar links sturen. Even wachten. Stuur maar helemaal naar links. En naar rechts sturen. Stuur maar naar rechts. Iets van. Oh. Iets van links. Iets naar rechts nu. Snel draaien, snel draaien, snel draaien. Helemaal. En snel naar links sturen. Snel? Stuur maar naar links. Iets minder snel. Oh. En dan helemaal rechtdoor. Dan wachten we even. En nou helemaal rechtsom sturen. Snel draaien, snel draaien, draaien. Oh. Anders zijn we over de mobiele telefoon heen. Helemaal rechtsom. Gaan we nog een rondje terug. Oh, we zijn nou aan het einde. We zijn nou aan het draaien. We pakken hem heen en weer. Ja, linksom, als zag je Gio. Sturen, sturen. Oké, okay. De volgende is Gio aan de beurt. Yes, die gaat ze dadelijk het maskertje opzetten. En ook Gio gaat blindelings door de slalom om te kijken wie het beste kan autorijden. Gio? Ja, stuur maar naar links iets. Stuur maar naar rechts. Ja? Nee! Nee! Hey! Nee, je zegt ook niks. Nee, dat kan echt niet. Ja, dan zei nou tegen mij, zeg nou niks tegen Gio. Oh. Oké. Okay. Ja? Nu wel wat zeggen, hè? Ja. Best wel raar als je blind links moet zeggen. En nu? En nou linksom sturen. Dan gaan we nog één keer doorheen. Hoeveel heb ik er geraakt? Ze staan nog allemaal overeind, maar ik denk dat ze er echt op gaan zetten. Dan gaan we naar links. Sturen naar links. Lang wachten. Lang wachten. Hallo. Naar de rechts sturen. Even wachten. Nu naar links sturen. Even wachten. Naar links sturen. Naar links sturen. En nu naar rechts sturen. En dan komt de smalste. Naar links sturen. Helemaal naar links. Helemaal naar links. Helemaal naar links. Rechts sturen. Gaan naar rechts. Even wachten. Rechtdoor nu. En dan een beetje naar links. Helemaal naar links nu. Helemaal links om rond. Is hij gelukt? Hij is helemaal gelukt. Zit er ook maar iets te maken. Yay! Ja! Yes! Ja, nu komt het. Oh, wacht. Oh shit, ik moet er even filmen natuurlijk. Nu komt het. Even kijken. Van wie is nou de betere bestuurder? Merlin, vertel het eens. Ja, ik vind het een hele moeilijke keuze. Ten eerste, Gio die reed er over twee volgens mij overheen. Ja. Maar Jaren, die miste er een paar. Dus ja, het is maar eigenlijk... Ik liever dat ik een paar auto's mis en dat ik er overheen raak. Dat klopt, dat lijkt me een heel slim plan. Maar ik denk dat het eigenlijk gelijk geëindigd is. Okay. Nou, lekker bezig. Toch? Yes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vind je hem leuk, geef een duimpje omhoog, een comment en vergeet niet hieronder te abonneren. Doei!